miljonaire vrienden van Nederland. Ja, het is weer tijd voor de... Juist, de haring. En ik moet je zeggen, bij mij breekt ook al een beetje de haring koorts uit. Even in kort, hoe is het eigenlijk gesteld met de haring? Nou, er is voldoende populatie, maar is ook wel wat anders. De haring zoals we die kennen, de zoutharing. Ja, in feite wordt die als basis het hele jaar door gevangen. Maar wordt niet het hele jaar door op deze manier verwerkt. Hoe zit dat? Nou, eigenlijk augustus, september, dan zit de haring eigenlijk vol met kuit. En dan wordt die eigenlijk wel bevist, maar voor andere doeleinden gebruikt. Als die eenmaal de haring, kuit heeft geschoten, dan wordt die eigenlijk mager. En dat is vaak in de winterperiode. En dan wordt de haring bevist voor de productie van rolmops, zure haring en dat soort zaken. Het voorjaar wordt de temperatuur weer warm, zeewater stijgt. Als de temperatuur stijgt, komt meer voeding en dan uiteindelijk heeft de haring, zoals we die kennen als zoutharing, juist vet gehaald en dan is het tijd om de haring weer te consumeren. En dat is natuurlijk de vraag, wil je deze lekkernij met of zonder ui? Nou, alles wat je toevoegt beïnvloedt natuurlijk de smaak en het is natuurlijk aan jezelf of je dat lekker vindt of niet. Waar het om gaat is dat je de haring wel vakkundig en vers snijdt voor het beste resultaat. De Hollandse Nieuwe, hij is weer in het land. Ik zou zeggen, doe je beste mee en verwend heel Nederland. Ik neem er alvast één. Top.